ben Jeroen van Lexmond. Ik ben blokfluitist, een traverso speler en ik geef ook blokfluit en traverso lessen. Ik geef eigenlijk voor de blokfluit les aan iedereen die wil blokfluiten. Dat is vanaf het allereerste begin van jonge kinderen van een jaar of zes. Jongeren uiteraard ook en dan volwassenen en ook oudere mensen. De jongste kinderen die zijn zo rond groep 3. Dat is een hele speelse groep met kinderen die het leuk vinden om te experimenteren en uit te proberen. Daarna komt groep 4 uiteraard, die zijn wat anders, die zijn wat leergieriger in de zin van dat ze ook heel veel willen weten. En het is erg leuk om mee te werken om in die groepen de interactie te zien. Het is voor de kinderen heel leuk dat het in een groepje is, want het motiveert elkaar wel. Het kan soms ook afleiden. Als er een kind druk is, dan gaat de rest mee. Maar als de docent daar alert op is, en dat is Jeroen vind ik, dan gaat het over het algemeen wel goed. Noah kon vanaf het begin heel eenvoudige liedjes meespelen. En ook het feit dat dit boek een cd heeft, waar dan alle leuke beats onder zit, dat stimuleert wel. Als ze daarin geïnteresseerd zijn en het leuk vinden, gaan ze verder met een altblokfluit. Dan zijn de kinderen meestal zo'n 9 of 10 jaar. Dan gaan we, als je naar de middelbare school gaat, dan komen ook de tenoren en de bassen en komen ook de ensembles in zicht. Dat is een beetje grofweg een snelle de opbouw. En dan gaat het van allerlei soorten niveaus. Je hebt leerlingen die het leuk vinden om alleen maar lekker te spelen. Je hebt ook wat bij die heel veel talent hebben. En voor alle categorieën pas ik mijn lessen op de leerling aan. Het is echt superleuk, want je merkt echt hoe fijn het is als je elkaar nog niet kent. Je gaat samen spelen, dat je dan naar elkaar toegroeit en iedereen gewoon echt zijn eigen plaats heeft. En dan gewoon iedereen speelt alles. En ja, we doen echt leuke stukken, heel veel afwisseling. Ja, volwassenen, dat is een heel aparte groep, een heel nieuwe groep eigenlijk. Het is heel wisselend. Er zijn mensen die echt net beginnen. Maar er zijn ook heel veel mensen bij die vroeger eens blokfluit gespeeld hebben en het graag weer willen oppakken. En van al die mensen die breng ik samen en ook daarmee kun je zowel en lessen en ensembles doen. Ja, een leuke groep. Ook wel een zeer vaste groep die toch al heel veel jaren met elkaar speelt. En iedereen komt gewoon graag naar de les. Het is bijna nooit iemand die overslaat. Dus ik denk dat het wel genoeg zegt. De lessen van Jeroen die zijn ontzettend leuk, gevarieerd. Hij is heel geduldig. Ja, gewoon leuk. Ja, er zijn ontzettend veel soorten blokfluiten. Ik zelf heb er meer dan 100 verschillende. Een gedeelte daarvan zet ik ook in bij de lessen. Dat betekent dat als je het over ensembles hebt, dat ook de grote instrumenten ik ter beschikking heb. Dat betekent dat we meteen met een dubbele bas en een gewone bas kunnen spelen, maar ook de C-bassen. Zodat we ook een goede bezetting kunnen maken. Daarnaast is het ook erg leuk om oude instrumenten te spelen. En daarvoor heb ik de beschikking over een consort van Adriane Breukink. Dat is een bassano consort van zo'n 16 verschillende blokfluiten die we kunnen gebruiken. Verder brengt iedereen natuurlijk zijn eigen blokfluiten mee voor de les en de gewone speeldingen.